Niet zo veranderlijk als de voetbalwereld. Daar waar de een prachtige transfer verdient, moet een ander plotseling genoegen nemen met een plaats op de bank. In een jaar later blikken we met spelers van vorig seizoen terug op hun plannen en ambities voor dit jaar. Wat is eruit gekomen en wat niet? Vandaag het verhaal van Joris Voest. Nou, ik zat er van de week eens over na te denken. Ik weet nog wel, een aantal vragen, een aantal dingen die ik gezegd heb. Maar dat weet ik nog wel aardig. Gaat goed. Ik ben blij dat ik weer mijn eerste minuten gemaakt heb. 30 minuten maandag. En ging heel erg goed. Dus lekker omdat... Om weer het shirt aan te hebben en gewoon weer met de jongens een wedstrijd te spelen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ben je dit jaar heel bewust geworden van je gezondheid, om het zo maar te zeggen? En hoe kwetsbaar je ook bent als voetballer? Ja, zeker. Je hebt gewoon zo lang weg geweest. En het kan op de een op de andere dag kan het veranderen. Dus je bent je ook wel bewust van, als je dan weer speelt, van ja, dat is wel iets speciaals. En Je moet zeker niet beschouwen als heel normaal of zo dat je zo'n baan hebt en zo lekker gewoon op het veld kan staan. Dat besef ik me nu zeker wel. Ja, dat was een jaar geleden. Ja, zeker. Ja. Wat is er gebeurd na de eerste blessure? Ja, nou, ik heb na de eerste blessure gewoon 9 maanden gerevalideerd en... wat ik zeg, gewoon een periode waar wat wel lastig is, maar waar je ook veel leert. En op een gegeven moment was ik gewoon weer zo fit dat ik weer wedstrijden kon gaan spelen. Toen na mijn eerste wedstrijd heb ik dan met de belofte meegedaan. En uit tegen Willem II speelde ik in principe wel een goede wedstrijd. Dus daar was ik heel blij om. Alleen toch een beetje door vermoeidheid denk ik. Aan het eind van de wedstrijd had ik weer een raar momentje en dat was toch weer... Weer mis en ik voelde toch wel dat het wel fout zat en ik werd gelijk weer gewisseld en een paar dagen later was het slechte nieuws kwam weer binnen. En dan, wat gaat er dan door je heen? Ja, nou, je gelooft het niet natuurlijk, want voor de tweede keer, ja, dat komt zo zelden voor. En dus het hele proces opnieuw in gang gezet. Heb je wel eens getwijfeld nog? Van, kan ik nog doorgaan met voetbal? Nee, eigenlijk geen één moment. Het is toch wel even een tegenslag. En ja, ze zeggen van tegenslagen leer je, maar dit is wel een hele grote. Dus dat is wel lastig. Maar ik heb eigenlijk geen moment gedacht dat ik zou stoppen of dat ik het proces niet weer opnieuw aan zou gaan. En ik heb dat dan ook gewoon met volle overtuiging heb ik weer... Ben ik er weer voor gegaan, dus dat is het een beetje. Ja, ik denk het wel. Ik train nu gewoon elke dag met die jongens mee en ook gewoon af en toe alleen met de eerste groep. En ik voel wel dat ik daar gewoon thuis hoor en dat ik het niveau aan kan. Dus ik denk wel dat goed gaat komen. Is het ook het doel voor jou om juist hier de Eredivisie te bereiken? Ja, dat denk ik wel. Het is toch een beetje mijn club geworden. Ik zit echt al vanaf mijn 12e of 10e loop ik hier al rond op de club. Dus ja, ik denk wel dat het voor mij een doel is om hier in het eerste te komen. En hier toch wel ook iets terug te doen aan de club. En toch de supporters te laten zien wie ik ben. Dat is wel een groot doel voor mij. Ik denk dat je niet kan wachten. Nee, echt. Dat zit wel hoog bij mij. Ik wil wel gewoon de supporters laten zien wie ik ben en dat ik ook het vertrouwen, want toch iedereen is altijd die tijd heel positief over mij gebleven. Dan op die manier wil ik toch wat terug doen. Ja, dat denk ik wel, want wat ik zeg, linksback is toch niet een positie waar heel veel goede rondlopen. Dus ja, ik ga wel echt ook aanvallend en... gewoon wat nieuws brengen en gewoon de beste linksback van Nederland worden. Ja. Ja, ambitieus, hè? Ja, dat op zich sta ik daar nog steeds wel op dezelfde manier in. Ja, als het zou raar zijn als ik nu zou zeggen dat ik op het tweede niveau
wilde acteren en niet de beste linksback zou willen worden. Want als je dat doel niet hebt, dan kan je beter niet beginnen. Dus ja, vind ik een mooie woorden van mezelf. Ja, ik verwacht gewoon weer een goed seizoen. Ja, eigenlijk afgelopen jaar heeft Heerenveen altijd gewoon meegedaan. Sowieso in de top 10 en bijna altijd om de play-offs gewoon meegespeeld. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon volgend jaar ook weer de play-offs gaan halen. En dat we gewoon weer gaan meespelen om een Europa League ticket. Dat is niet helemaal uitgekomen nog? Nee, tot nu toe nog niet helemaal. Maar ja, dat kan je nooit voorspellen. En we hebben wel weer een goede selectie dit jaar. En we begonnen ook goed. Alleen we hebben toch wel een mindere periode gehad en wat mindere wedstrijden gespeeld. Dus op het moment staat het er even iets minder rooskleurig voor dan dat ik geschetst heb vorig jaar. Maar ja, dat gebeurt. Ik denk dat Ajax volgend jaar weer kampioen gaat worden. Ik denk toch dat die wel verplicht zijn aan zichzelf om sowieso om elk jaar om de titel mee te strijden. En dit jaar was toch voor de fans en voor de club eigenlijk gewoon een slecht jaar. En die moeten daar gewoon weer, die gaan zich wel weer revancheren en die gaan wel weer kampioen worden, denk ik. Heerenveen kan dus misschien wel beslissend zijn in de titelstrijd. Ja, klopt. Ja, dat hoop ik. Ik heb dat vorig jaar zo geschetst. En ik denk, ik vind Ajax gewoon een mooie club. En ja, ze zijn het inderdaad aan zichzelf en aan de supporters wel verplicht. Maar tegen Heerenveen hoop ik natuurlijk gewoon dat Heerenveen wint. Dat is duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. En we hopen je snel op het veld terug te zien. Ja, dat hoop ik ook.